Nou, vandaag is het 7 november en wat doen we op 7 november? We gaan lekker cashen. Gewoon even eruit in onze vertrouwde omgeving. Wel, vertrouwde omgeving. Vertrouwd? Het is Helmond. Helmond. We gaan een rondje cashen. Kijken wat, wat we allemaal kunnen vinden vandaag. Ja. De route gaat nu beginnen. De riem zit niet goed. Zo. Het is je riem zat niet goed. Van weer. Hè? Lekker hè? 7 november, graden 17, windstil. En ja, je mag niet veel doen. Dus gelukkig mag je nog wel wandelen. Een beetje wandelen. Ja, en tijdens het wandelen kun je gelukkig ook nog geocachen. Dus nee, lekker. Maar het is echt, het is bijna, je wordt er rustig van, zo stil is het. Oh, kom, ik ga even schommelen. Oh nee. Kom, we gaan even schommelen. Dat heb ik al lang niet meer gedaan. Oh ja, laten we dat doen. Ja joh, ga schommelen. Ik ga even schommelen. Was dat? Oh, daar. Ja. Speeltuintje. Dat vind ik leuk. Ja, dat vind jij leuk. Komt-ie aan? Oh, god. Nou. Oh. Deze snapt niet helemaal dat ze uit buren blijven. Oh, wat leuk. Wil je zo'n ding thuis ook hebben? Ja. Niet aan het plafond, hè? Gewoon eentje gewoon buiten, hè? Nou, we kunnen eraf. Oeh, zo. Voel hem weer even, kind. Leuk. Nee, je bent echt van de speeltuin nou, hè? Oeh. Oh, zo werkt dat. Oh. Ik zit mijn eigen... Voor mij, maar goed dat je in die klem zit zo. Maar het was niet bij de speeltuin, toch? Nee, het was niet bij de speeltuin, nee. Maar het is wel leuk. Ja, het is iets verderop daar. Wel leuk, ja. Dan gaan we iets verderop en gaan we dan even kijken dan. Ja. Nou, hier moeten nog 57 minuten. Oh nee, niet 57. 57 minuten? Nee joh, ik denk 57 meter. Ja, 57 meter lopen. Ja, ik ben benieuwd. Nou, lopen deze kant. Zo. Leuk pad. We gaan natuurlijk niet laten zien waar ze liggen. Nee. Ga niet verrassen, hè? Of ga niet verklappen, zo moet ik het zeggen. Dat is een lekker rondje, denk ik. En ze hebben gedacht aan poepzakjes. We hebben al de poepzakjes bij, hè? Weer niet gevonden. Nee, nummertje 2, niet gevonden. Nummertje 1, niet gevonden. Maar, hey, Helmond, Noord, hè, is dit? Ja. En je loopt zo, met zet je auto neer bij je winkelcentrum. En het is meteen mooie boom daar in het licht. Het is meteen mooi. Echt, ik sta ervan te kijken hoor. Dan zijn de herfstkleuren dan mooi hè, als je zo zo ziet. Waar ben je? Ah hier, ja. Zeker. Echt mooi. Ja, leuk stuk. Echt mooi hè. Ja. Gaan we nou nummer 3 toe? Ja, we gaan nou nog 136 meter lopen. Oh, dat is maar een stukje. Oké, nummer 3. En natuurlijk mogen mijn koeien weer niet ontbreken natuurlijk in de film. Er zijn er maar 3. 3 mooie bonte koeien. Dus ik weet niet of ze zo weten, maar ze zijn in ieder geval gevlekt. Wat een heerlijk weer. Het is denk ik 16, 17 graden. Oh, het is echt gewoon genieten. Dan mag je toch niet heel veel dingen doen. Maar dit is echt genieten. Heerlijk. Ik kijk wel precies in die zon, maar dat is niet zo erg. Doe je altijd. Ja. Ah, hey, opgelost. Ja. Ja, dat is een wegstuk hoor. Kijk, mijn zonne. We gaan daar een lekker... Jou voor doen? Zo? Ja, dat maakt niet uit. We gaan daar een lekker boterham met ei maken. Of nee, niet maken. Opeten. Ja, maar of niet? Je moet klaar hebben. Ja. Ik heb mijn rugzakje bij me. Gaan we lekker een boterham met ei eten. Oh. Ik heb wel eens honger. Je hebt altijd honger. Dat is niet waar. Nee, maar wel altijd trek. Bijna altijd honger. Altijd trek ergens in, dan wel. Ja. Ja. Heb je geen chocola bij je?
Nee. Waarom niet? Lijnen. Jongen, jongen. Ja, lijnen. We hebben een cache. Zet bij, ze zijn best goed verstopt hier. Hij is moeilijk. Ja. Ik vind dit een moeilijke... Maar het is een route van 16 kilometer lopen geloof ik, dus we zijn wel even onderweg. We gaan nou naar nummer 4, hè? Ja. Kijk hoe die is. Maar het blijft een mooie omgeving. Dus leuke route. Helmond Noord. Ik denk dat we nou door hebben hoe deze mensen die de caches verborgen hebben, hoe werken. Ja. Ze zijn allemaal op dezelfde manier verstopt. Dus die eerste twee die we niet konden vinden, dat kwam dat we gewoon verkeerd zochten. En nu hebben we het een beetje door. En dan valt echt op dat ze vrij makkelijk te vinden zijn. Hè? Ja. Ik ga niet zeggen hoe ze verstopt zijn. Maar als... het is nog wel moeilijk omdat nou al die bladeren vervelend zijn natuurlijk. Hè? Het is herfst. Dus je moet veel meer zoeken als wat je normaal kunt doen. Ja. Maar sommige zijn echt wel leuk, ja. Ja, toch? Ja. Alleen het is even een manier van verstoppen, was even zoeken. En dit, kijk dan toch, wat leuk. Dit is toch superleuk? Nancy, ziet er iets. Gewoon vol met vogelhuisjes. Nou, kijk maar eens mee. Dat is toch leuk? Ja, superleuk. Ik vind het echt leuk, daar heb je heel goed over nagedacht. Ja, wat is dit eigenlijk? De Bundert, is een zorgtuinerij. Oh, leuk. Ja, corona, dicht nou, hè? Jammer. Oh, dat moet ik wel even willen kijken inderdaad. De volgende keer maar doen, het is toch vlakbij. Leuk hoor. Ja. Maar ja, dat is goed hè, om mijn ei te eten. Ik vind het wel verleefd, zit er nog steeds honger? Ja, ik heb echt nog steeds honger, dus ik heb niet veel honger vandaag. Gaan we daar even ergens zitten. Sluisje of iets, wat is het? Welk kanaal? Leuk. Twee zwanen. Die staan hier gewoon mooi te slapen. Dit is toch mooi of niet? En dan zijn ze ook mooi, hè? Van kleur, hè? Eén een hele witte. De andere een beetje bruin. Ik vind ze prachtig. En dan lopen we een rondje. Toch? Ja, we zijn nou bijna punt 7 volgens mij. Ja. Ja. En dan zie je dit dus. Cache nummer 7 gevonden. Kijk. Ik zeg niet waar, maar hij is magnetisch. Zoals je hoort. We lopen weer een beetje richting de bewoonde wereld. Of deze pad. Maar er staan er weer huizen in de buurt. We zijn er bijna. Doe er nog één, Nens. Doe er nog eentje. En dan gaan we richting auto, die we geparkeerd hebben bij... De bus. Bij de bus, heet dat. Winkelcentrum De Bus. Ja. En dan hebben we weer een paar uurtjes erop zitten met lopen. Ja. Eerst nog eentje doen. Dat is nog een 100 of 600 meter, geloof ik. Maar het is nog steeds goed weer, dus we maken het uit. Ligt hier ergens de laatste, Nancy? Ja. Hier ergens. Nou, gaan we maar zoeken. Wind was magnetisch, hè? Ja. Dan gaan we kijken. En dat was de laatste. Ja. Terug naar de bus. Tenminste, de auto, maar die staat bij de bus. Het was niet de laatste, maar het is voor ons wel de laatste.
Ja, we hadden er eigenlijk nog twee moeten doen of zo? Ja. Ja, maar het is over drie, het is laat genoeg. Eigenlijk vier, want nummer 1 en 2 hebben we niet gevonden. Maar nummer 8 en... Oh, dan zijn het er nog 3. Dan zijn het er 5. Want we hebben nummer 7 wel gevonden, nummer 8, 9 en 10 niet. Ja. Want die 8, 9 en 10 die slaan we over. Maar ja, het was een route van 16 kilometer, dus dat gingen we toch al niet redden. Want het is gewoon... dat is uren lopen. Als je gaat zoeken dan. Het is lekker, maar het is genoeg geweest. We hebben er al 2 uur op zitten. Leuk. Nog een stukje. Zo, dat was nog eens een wandeling. Maar we zijn weer thuis. Het is ondertussen al donker geworden. Maar het was leuk. Het is super goed weer geweest. Lekker kunnen lopen. Ik heb een beetje of 7 of 8 gelopen. Lekker rustig aangedaan. Dat was aan mij alweer. Wat doen jullie eigenlijk tijdens corona? Want ja, je mag niet veel en je moet toch iets doen. En Vincent vinden wij, want wij zitten echt altijd opgesloten. En wij gaan dus gewoon de bossen in of wandelen op rustige plekjes. Ik ben heel benieuwd bij jullie. Oh, en trouwens, dit gaat er weer af. Is tijdelijk. Echt alleen maar bedoeld. Het is november, dus dat is Movember. En een beetje aandacht geven voor prostaatkanker en de ziekte voor mannen. Maar goed, het zit weer op. We hebben een leuke dag gehad. Ik hoop dat jullie een leuk filmpje hebben gevonden. Geef ons dan een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan. Dat vinden we echt superleuk. En we houden je op de hoogte van alle nieuwe filmpjes. Nou, groetjes weer. Doei!